zorgen dat een klik op dat vuilnisemmertje ervoor zorgt dat het element verwijdert. We kunnen daarvoor een extra, in ons script, een extra method toevoegen in onze winkelwagen. Dus we gaan naar onze winkelwagen toe. Daar hebben we natuurlijk al haal items op. En we hebben hier uitvoeren. En we zouden hier dan nog eentje aan kunnen toevoegen. Een nieuwe method, verwijder items. Of item, het is maar één item wat je natuurlijk verwijdert. En dat is een function die dan vervolgens een argument heeft. En dat is natuurlijk in dit geval, ja, ik noem maar even een uniek onderdeel van dat boek. Dan vervolgens moet uitvoeren natuurlijk ook nog blijven gelden. Dat kan alleen als ik hier dus nog een kommaatje plaats. En deze method die kunnen we dus dan eventueel omschrijven als doorloop alle items. En als de EAN van het item overeenstemt, dit uit de items verwijderen. En daarna kan je opnieuw daardoor lopen. Goed, dan moeten we natuurlijk dat ook nog activeren. En dat hebben we hier bij de knop. Dat is de verwijderknop. En dat is dus verwijder. Event listener. Dit is een klik event en die kunnen we dan vervolgens een functie geven. In dit geval een anonieme functie met fat arrow. En we gaan die anonieme functie dan gewoon de verwijderfunctie aanvoeren, verwijderen. En als argument geven we dus het boek mee wat we dus aan het doorlopen zijn. En dan nemen we daarvan de EAN eigenschap. Goed, die wordt dan dus doorgevoerd naar verwijderen. En hier gaan we dan dus aan de slag. We hebben de items al opgehaald. Tenminste, ik neem aan dat dat hier zo nog steeds gebeurd is. Hè. Die is hier dus items zijn opgehaald. Dus we hebben daar in die items door een aantal items zitten. Die gaan we dus doorlopen. For each. En in dit geval zitten in die each zitten daar twee argumenten. Allereerst hebben we natuurlijk het item. En we hebben de index. En want die index in dat stukje die moeten we dan dus gebruiken om dat te verwijderen. Dus dit is function. En dan zoeken we naar een conditional if. En het item en daarvan de EAN precies gelijk is aan ons argument hier, EAN, dan moeten we hem daar dus verwijderen en dan gaan we hem dus uit de array halen. We hebben hier een array te pakken van objecten, dus dan pakken we this.items. Splice. Dat is er eentje uit verwijderen. En dan pakken we de index. En dan hoeven we daar maar één element van te verwijderen. En dat is het tweede argument bij het splice element. Goed, zitten die daar dus dan in. Dan moeten we naar afloop van dit doorlopende stukje.
moeten we dan vervolgens weer opnieuw gaan uitvoeren. This.uitvoeren. Goed, nog geen fouten als ik hier kijk. We kijken nu naar het image. Er zitten nu drie elementen in. En als we hierop klikken, dan hebben we not een function. Hebben we niet een functie. En we zitten dus in verwijder item. En dan was hier verwijderen aangeroepen. Maar dat was niet de goede naam. Dus verwijderen. Is al de functie verwijder item. Dat is hier beneden gebeurd. Dus verwijder item. Goed, we gaan nu kijken. En, we zien hier nog een for each is not a function. Nee, dat is toch niet het geval. We moeten de items pakken. This punt. Items. Die gaan we voor each doorgeven. Dat zijn de items die er dus zijn. Dus dan gaan we daarop klikken. En dan hebben we hier het item dat verwijderd wordt. En dan wordt er nog een item verwijderd. En nog een item verwijderd. Alleen deze zou een beetje moeten bijgewerkt moeten worden. Dus we gaan eventjes naar... dit element zijn die zijn er ook meteen weer terug op het verhaal. Als we verder winkelen gaan, zitten er ook nog steeds drie items in. En ze worden wel in deze lijst worden ze bijgewerkt. Maar we moeten natuurlijk opnieuw de lijst van alle items hier bijwerken. Dus we gaan hierna vervolgens de local storage bijwerken. De items zijn dus nu wel verwijderd, dus we gaan nu hier zo nog de local storage bijwerken. En dat is dan dus als volgt. We gaan hier kijken naar, naar local storage. Set item. En dat is het item wat wij hebben, dat is dus de bestelde boeken. En wat we dan gaan uitvoeren is dan this.items. Dat zijn dus de items die wij hier hebben uit onze ding. Daar gaan wij natuurlijk een paar haakjes omheen zetten, want dat is op dit moment een array van objecten. Die moeten we dan dus json.stringify. Op toepassen. En dan hopen we dat ze dus nu beter verwijderd zijn. We gaan hier dus op het elementje klikken. En die is dan bijgewerkt. Die is verwijderd. Die is verwijderd. We kunnen weer terug gaan verder met winkelen. Daar zitten nu nul elementen in. Als we nu daar naartoe gaan, dan zitten er ook nul elementen in. Ze zijn dus nu echt weg. Ze worden echter niet verwijderd als wij ze aan het, of het nummertje wordt niet verwijderd als we hierbij zitten. Dus we gaan even naar die car toe. Die zit er nog in die car en die car moet dus dan ook nog worden bijgewerkt. Dus dan kunnen we vervolgens zeggen dat we bij this.uitvoeren ook nog moeten schrijven dat we die setItems.length hier dus bijwerken. En dat is natuurlijk eigenlijk zo bijna dezelfde regel als deze regel hier zo. En dan kunnen we dat bijvoorbeeld hier laten gebeuren. Alleen is het niet bestelling.length, maar this.items.length. Goed, we gaan het opnieuw verwijderen. We halen deze weg. We zien hem deze hier zo afnemen en hier zo afnemen. Dat hier wordt 0. En gaan we dan weer dus verder met winkelen. Dan zit daar die op 0. En als we nog weer terug gaan naar deze, dan
is die nog niet helemaal leeg. En we moeten eigenlijk dus voor de weergave, moeten we nog even kijken of die car, als die dus helemaal leeg is, of die dan het weergeeft. Ik weet niet of dat wil gaan lukken, maar we kunnen nog een hier een if-toestand, een ifje van maken. Dat moeten we eigenlijk ook aan de andere kant gaan doen, maar ik doe het eventjes aan deze kant voor if. En dan kunnen we kijken, this.items.length. Daar zitten de items in. En dat is een array-achtig of een objectachtig ding op length. Als die dus groter is dan 0, dan moeten wij deze regel uitvoeren. En zo niet, dan moet die dus leeg zijn. Else. Die .html is dan niets anders dan een lege string. En kijken we nu hier zo, dan kunnen we nog weer naar verder winkelen gaan en dan weer hier naar de wagen toe gaan. En die zou dan hier leeg moeten zijn. We verversen hier zo. En het wordt nog steeds niet gehaald. Terwijl this.items toch wel leeg is, we kunnen hier nog eventjes naar gaan kijken. We gaan kijken naar de console. En dan kunnen we kijken naar de winkelwagen. En die array is dus 0. Ja, het hoort eigenlijk wel een klein beetje bij het uitvoeren. Dat laten we gewoon eventjes over in een volgend filmpje over.